Oh, misschien. Nee. Nee. Ja, oké. Laat jullie weten waar dat over gaat. Ja. Laat het meer niet leven. Buiten beeld houden. Ariel leefde dus diep in de zee. Oh ja. Diep in de zee. Ja, diep in de zee. En Ariel die had een obsessie met de mensenwereld. Niet alleen een obsessie met de mensenwereld, maar specifiek met de spullen van mensen. Dames en heren, er is een kleine zeemermin gesignaleerd. Let u alstublieft goed op uw persoonlijke eigendom. Triton, haar vader, die had het dan weer niet zo op mensen. Dus hij vroeg Sebastiaan om Ariel een beetje in de gaten te houden. Ja, Sarah, mag ik dan Sebastiaan spelen? Want die is toch van diep in de zee. Een krab. Was dat een krab? Ja, dat is goed. Samen met haar vriendje Botje naar het wateroppervlak. En daar aan het wateroppervlak. Wie is Botje ook weer? Botje? Oh ja, Botje is een vis. Een vriendje van Ariel. Ja, dat is ook zo'n gele vis, weet je wel? Botje. Daar is Botje. Ja, ja. Ze was met Botje aan het wateroppervlak. Terwijl ze daar ineens. Wie is dat nou weer? Ah, ja. Dat is de zeemeel Jutter. Jutter zit ook in de musical, maar die laat hem nu even buiten beeld. Meisje is van mij.
Ariel wel zitten. Maar ze kan blijkbaar niet praten. Dus dan is het ook niet dat meisje waar hij naar op zoek is. Ja, ik ga kijken waar we zijn gebleven. Oh ja, wat Ariel dus ondertussen doet, ze heeft even nagedacht, net als ik. En ze heeft een plan gemaakt en samen met het bordje, die geeft het, die is ook op het land beland. En Sebastiaan, de krab. En Jutter, de zeemeeuw, maar die hadden we in dit verhaal dus even achterwege gelaten. Gaat zij proberen om prins Erik toch verliefd op haar te laten worden. En ze is dus succesvoller dan Ursula dacht. Ja, het lijkt er zelfs op dat haar missie in die 3 dagen gaat slagen. Maar dan. Ursula vermomt zich als jonge dame en gebruikt Ariel's stem om prins Erik te betoveren. Nee, maar wacht. Nee, het gaat helemaal mis. Nee, want nu denkt prins Erik dat Ursula Ariel is, maar ik ben eigenlijk Ariel. Nee, prins Erik, maar ik ben Ariel, maar ik heb mijn stem niet meer. Zij heeft mijn stem, dus wat moeten we nou doen? Wat moeten we nou doen? Ik weet niet. Nee, maar rustig. Prins Erik trouwt uiteindelijk dus met Ursula. Eind verhaal. Eind niet goed, al niet goed. Dat kan toch? Ik sta het verhaal eigenlijk goed. Maar dit kan gewoon niet. Ik bedoel, Ariel die heeft super hard haar best gedaan. Maar heeft ze toch ook wel verdiend dat ze dan gewoon in ieder geval met prins Erik kan zijn. Natuurlijk nog niet alles van het. Maar Ariel is een zeemeermin. Ariel is een zeemeermin die wordt in de zee. Ik vind Ursula gewoon een trut. Sorry. Goed, dit was dus het verhaal van Ariel. Sorry hoor, maar dit verhaal is gewoon van Disney. En dat is altijd een happy ending. Ze leeft nog lang en gelukkig, dus het kan gewoon niet zo eindigen. Wie weet, eindigt het ook zo. Dat weten we nog niet. Dat is een verrassing. Oh, het is nog een verrassing. Oké. Maar zij wil echt graag weten hoe dit verhaal afloopt. Dat snap ik. Wat kunnen we doen?